Weg naar Oostenrijk, naar Graz. Daar gaan we Nederland vertegenwoordigen op dans, wereld, hip-hop. We doen voornamelijk mee met het hip-hop categorie. Er is ook natuurlijk een toernooi met popping in Graz. Popping, de naam die zegt al, bewegen als een pop. Dus eigenlijk is dat voor je spieren, het is best wel een pittige dans is dat. Want je wordt sneller vermoeid omdat jij continu je spieren aanspant. En met ja, tikjes ben je op muziek dus eigenlijk aan het dansen als een pop. We gaan voornamelijk met Paradox, dat is een formatiegroep. Het bestaat uit 16 dansers. En een small groep, dat is weer een wat kleinere categorie, wat kleinere dansers. Dus met 7 personen maximaal. En dat is Sapphire. We gaan met enkele solisten en met enkele duo's gaan we dus Nederland vertegenwoordigen daar. Dat houden ze eigenlijk in dat je wel rankingwedstrijden moet meegaan dansen door heel Nederland. Dus we zijn zo weer in Bad Hoeverdorp, dan weer in Zwolle, dan wij weer ook in Wijchen, want we organiseren hem ook vanuit de bond. En overal zijn we dus eigenlijk een beetje eerst de rankingpunten de heel seizoen aan het dansen. En dan mocht je bij een bepaalde ranking beëindigen, dan mag je dus ook Nederland internationaal gaan vertegenwoordigen. Er is grote concurrentie van honderden tegenstanders uit verschillende landen. Hoeveel landen, daar kan ik niet met een aantal komen, maar zeker 20 tot 25 landen die meedoen aan deze toernooi. Onze verwachting is natuurlijk de finale te gaan halen met onze crew, maar voornamelijk het genot, het kijken van wat doen andere landen. Kijk, we weten een beetje wat we in Nederland kunnen en niet kunnen, maar net de andere landen, de buitenlanden, zeg maar om zo even te zeggen, die durven net een tandje meer dan dat wij dat durven.